Bij Rally Report vorige week keek u massaal naar de opening van de LG Rally van Almere. Ronde 2 van het Nederlands kampioenschap. Vandaag, zoals beloofd, het slotstuk. Eerst een korte resume. Het Nederlands kampioenschap heeft 4 titelkandidaten. U zag Peter Bijvelds met de Mitsubishi. Dit is Frits van Eert met de Toyota. En dit is Mark van Eldik met een Subaru Impreza World Rallycar 2002. Korte resume. Leider in de wedstrijd Dirk Boers gaat aan de kant met zijn Subaru. Dan krijgen we nog een hectisch moment tussen de nulrijder en deze Peter Bijvelds. Als we 8 klassementsproeven hebben gehad, is de strijd aan kop buitengewoon spannend. Peter Bijvelds met de groep A Mitsubishi won de eerste wedstrijd in Emmeloord. Hij wil graag hier als enige niet-World Rallycar rijder die WRC'tjes wel gaan verslaan. Maar tempo ligt hoog. We hebben veel industrieterreinen rondom Almere en dit ene bouwterrein. En vooral daar was Bijvelds snel en daar vooral wilde de concurrentie het verschil weer klein houden. Hier Mark van Eldik. Van Eldik met een Subaru Impreza uit 2002. Het meest verse WRC-materiaal wat we in Nederland hebben. Een unieke auto voor een man die dit jaar kampioen wil worden. Hij heeft een engineer van ProDrive ingehuurd, wordt nu begeleid door Jasper van de Heuvel. En eerlijk is eerlijk, er is meer rust. Dat was er niet in Emmeloord, dat is er nu wel. Vooral van de Heuvel heeft daar een grote rol in. Zullen we de draad eens oppakken als we 8 klassementsproeven hebben gehad? We hebben een probleem met de tijdregistratie, let op. Van Eldik staat nog derde, maar in werkelijkheid staat hij eerst. Alleen dat weet nog niemand. Bijvelds, Van Eert, Van Eldik, de rest 3, volgt op achterstand. 2, 1, we nemen u mee naar proef 9 van de wedstrijd. Dat is het industrieterrein waar de eerste keer die tijdregistratie is fout gegaan bij Van Eldik. Bovenin zit u Peter Bijvelds, in het midden zit u Frits van Eert en onderin zit u Mark van Eldik. Die eerste maal dat we deze proef reden, pakte Van Eldik 11 seconden op Bijvelds, heel veel op Van Eert en de rest volgde op 20, 25 seconden. Dat is wel gek, want de tweede maal als we deze proef rijden en we deze beelden zien, is Van Eldik ook weer heel veel sneller. Maar het gekke is dat je dat niet ziet. Kijk maar, bovenin Bijvelds, in het midden van Eert, die opent hier het snelste. En onderin is het Van Eldik, maar die heeft gewoon achterstand. Dus moet hij het ergens op een proef, deze proef, gepakt hebben waar wij het niet gezien hebben. Want de opening hier is erg slecht. Vooral op het industrieterrein was Eldik snel en we zagen het niet. Want Van Eert pakt hier zijn voorsprong. De rijstijl van Eldik is trouwens behoudend, voorzichtig en zo kennen we hem niet. Zien we eigenlijk nog niet de Van Eldik die we horen te zien? Nou, ik denk als je die ziet dat het niet goed gaat. Dat was de historie toch? Nee, maar dit is nieuwe stijl, behoudend? Ja, ik denk dat het belangrijkste is. Maar die indruk wek je dan dat het met reserve is? Nou, ik denk het wel, ja. Ja. We zien het niet, maar het is Van Eldik die op deze 9e proef weer het snelst is. En daar gaat Van Eert zijn wedstrijd. De eerste keer vorige week zat hij achter Arjen de Koning, weet u nog? Nu rijdt hij lek. Oh, Erwin toch. Rechts 2. Moet er nog een rondje of niet? Ja, is links 2. En de reactie van Frits is geweldig. 80. Links 3. Kort. Is. Ach, Frits, toch. We zijn half weg. Nog 6 kilometer. Rechts 2 kwit. Into links 3. Doorrijden of niet? Ja, het is nog 6 kilometer. In principe moet dat lukken, hè. 80 links 3. Plus. Links 3. Wil je wisselen? Haaks rechts kwit. Ach, Frits. 80 straight. T-haaks rechts. Doorgaande weg op. 80 haaks rechts, quit, parking op. Beide mannen besluiten om niet te gaan wisselen. Maar ja, je wedstrijd is verloren. Maar dat, die lekke band kom je niet ver. Kijk, Van Eldik haalt hem hier al in. En dus verliest Van Eert hier een podiumplaats aan Ad Smits. Jezus, Mina. Soms zit het mee. En soms zit het tegen. Maar ja, ik heb gewoon lekker band gegrepen in de strijdterrein. Het was gewoon jammer. Ja, een minuut verloren. Gelukkig nog kunnen doorrijden. Dus ja, we moeten dan voor derde plaats proberen nog te gaan of zo. Ik weet eigenlijk, ik ken de stand niet precies dus. Het is nou volle bak, ja. Het is nu echt 110%. En dat doe ik eigenlijk liever niet, want je neemt natuurlijk wel veel meer risico's. Maar ik denk dat de enige manier, zeker op die industrieterreinen en die proef waar ik te pakken op het onverhard, die krijgen we nu niet meer terug. Dus het zal een moeilijke strijd worden. Maar wat is de stand? Ik durf het niet te zeggen, want er is heel veel verwarring volgens mij over de tijden. Althans, de ene zegt dit en de andere. Volgens de tijden staan we nog eerste, maar ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Stand in de wedstrijd als we naar proef 10 van de wedstrijd gaan. Een geweldige proef op het parkeerterrein van Muiderzand. Die moeten eigenlijk gewoon elke wedstrijd standaard inzetten. Hier wordt gespeeld en vooral
vooral door de top, zo deksels hard gereden. Het is op deze tiende proef Bijveld die het snelst is. 2 seconden voor Van Eldik en 3 seconden voor Frits van Eert. Hier Ad Smits, die met de Ford Escort vooral in het tweede gedeelte van de wedstrijd zeer snelle tijden neerzetten. Nog maar heel kort achter de WRC's. En Van Eert drukt, Van Eert poest. Van Eert moet hier derde worden om in de race te blijven voor het Nederlands kampioenschap. En komt dan alweer vet dichter bij Ad Smits in de Escort Cosworth. Het blijft grappig dat niemand weet wat nou eigenlijk de stand in de wedstrijd is. Dat mag eigenlijk niet gebeuren bij een ronde van het Nederlands kampioenschap. Bijveld denkt dat hij eerste ligt. Van Eldik denkt, ik zit op roze, ik rijd rustig aan. In de standaardgroep N-klasse is het een one-man show geworden van Nelis Verkooijen. Adrie Moret is teruggevallen. Erik Moret kan het tempo niet volgen en de rest is dan al uit koers. Het is Nelis Verkooijen samen met Wim Vleugels onder de vlag van Subaru Nederland. In de klasse A6 helaas geen andere teams aan de start en dus een one-man show van Ronald Koops. Oud rally sprinter, nu in de rallies met een ex-fabrieks Volkswagen Polo Super 1600. Ook een geweldige auto aan de start. Hij wint de tweewiel aangedreven klasse niet. De winst gaat daar naar deze Günther Monnesens, een Belg. Maar Koops doet het erg goed. Nou, in principe gingen we wel goed van start. We hebben alleen straks de eerste boekeltje hebben we problemen gehad met temperatuur. Die liep te hoog op. Op een gegeven moment op de proef hebben we hem stil moeten zetten. Ja, het kostte ons 3 minuten. En net de volgende boekel net ging wel goed. Eigenlijk wel super. Alleen de laatste proef hadden we problemen met dynamo. We hadden te weinig spanning aan boord. Dan werd hij ook weer te warm. Veel uitvallers in Almere. Meer dan de helft veel uit. U zag Arjan de Koning staan met de Mitsubishi. Het was een slijtageslag. Hier gaat Nelis Verkooijen trouwens aan de kant zoals het hoort. Voor Mark van Eldik die veel haast heeft. We gaan de stand erbij pakken naar 10 proeven. Bijvelds leidt op papier nog. Van Eldik nu op 9 seconden. Ad Smits derde en Van Eert vierde. Dat verschil is buitengewoon klein. Sterk optreden ook van Jan van der Marel. Hij staat vijfde. Gaan ze opmaken voor de laatste 4 klassementsproeven. Peter Bijvelds denkt dat hij de wedstrijd leidt. Er is nog steeds geen duidelijkheid of die tijd nog gecorrigeerd wordt. Of er nou echt een foute tijd is. Het blijft vreemd wat daar gebeurd is. En vroeger deed zijn vader dit. En nu is Peter zelf de man die alles op punt zet voor de laatste paar proeven. Hij weet dat hij nu niet 110% moet gaan geven, maar 130%. Het team van Bijveld maakt zich op voor de laatste 4 klassementsproeven, waarin Van Eldik en Bijveld gaan strijden. Die laatste 4 klassementsproeven brengen geweldige tijden voor Frits van Eert, die meteen weer na proef 11 derde ligt en over Ad Smits heen gaat. Maar wij hebben inmiddels contact gehad met de wedstrijdleiding, die zegt, ja inderdaad, dat is een foute tijd, die moet gecorrigeerd worden. Maar Bijvelds weet dat niet. Bijvelds is hier vertrokken in de wetenschap van, joh, ik heb 9 seconden voorsprong. Ik ga hiervoor een overwinning, de tweede van het seizoen. Ik wil die WRC's verslaan. En dus rijdt Bijvelds 150%. Kut. 100 chicanen dan? Rechts in. Hier heeft hij mazzel. Wij gaan staan bij de finish van de proef om hem zelf het nieuws te vertellen. 30 eens kijken hoe hij reageert. Met wat voor stand ben je aan het rijden? Wat denk je wat het verschil is? Ik meen 9 seconden. Tenminste, zo krijg ik het door, maar... Voordat je denkt dat je staat. Ja, is het niet zo? Volgens mij sta je er 27 achter, want dan klopt iets niet met de tijd van Van Eldik. Oh ja, dan doe ik alles voor niks, of al voor niks. We gaan helemaal vol en... Maar dat heeft dan nu weinig zin meer, want de achterstand is wat terug. Ja, als het zo is wel, maar de standen die ik doorkrijg via de sms-dienst... zou het moeten zijn dat we er net na de laatste proef 9 voor zouden moeten staan. En wat sommige mensen berekenen ook, maar... Waarom zou ik er 27 trouwens... De tijd van Van Eldik was 9.04 of 9.40, maar die moet 9.04 zijn op één proef. Ja, dan weet ik het niet. En Van Eldik dan, 27 seconden voor. Maar ook deze proef loopt voor hem niet lekker. Problemen met de remmen. 16. Dat betekent dat Peter de 7 terugpakt. Dan zit je nu rond de 20 seconden voorsporen. Dat moet genoeg zijn. Ja. Denk ik dan. Met die remmen is nou het vertrouwen een beetje weg. Ik weet niet, Frank. Dat is het nog lang, 3 proef. Ja. Onzekerheid bij Eldik. KP12. Bijvelds blijft knokken. Einde. Dus volgens mij is het nog niet gedaan. Nou. Op zijn tijdkaart staat 49. Dus dan weet ik niet wie er fout zit. Maar op zijn tijdkaart staat 49. Dit lijkt me vervelend rijden, want niemand weet nu meer hoe het zit. Ach ja. Ik ook, ga nu 110% en meer kan ik niet doen, dus... Maar stel even dat het 27 seconden was, dan is het nu 20. Dan hebben we nu nog 2 proeven te gaan, haal je dat? Ik ga helemaal vol, meer zit er niet in. Peter heeft 3.11 en jullie? Moet even afwachten.
Hoe is het met de remmen? Probeer iets meer te rollen, maar. Dat is goed. Dat is nu 22 seconden, dat is genoeg, joh. Hij gaat er komen. Open. Hey, succes! Laatste twee klassementsproeven. Dit is Peter Bijvelds. Het bouwterrein van vorige week. Nu in een alles of niets poging. Bijvelds wil Van Eldik onder druk blijven zetten. Het is geweldig om naar te kijken. We zouden ze het liefst allemaal laten zien, de proeven. Een momentje eruit, een klein remfoutje, waarin op proef 13 van de wedstrijd van eerst het snelste is. Bijvelds op 5 seconden. Van Eldik verliest er weer 7 op Peter Bijvelds. De laatste proef dan, proef 14, het industrieterrein. Bijvelds is vol aan het rijden. Ja, hij weet dat Eldik hier al de hele dag het snelste is, maar je weet maar nooit. Nou Bob, ik weet het niet, denk het niet. Nee, denk het ook niet. Tijd van Bijvelds, 9-10. 10. Helemaal vol, er zat echt niks meer in. Dus ja, we hadden een beetje last met onze turbodruk, maar ja. We hebben alles gegeven wat erin zat, meer zat er niet in, dus En Bijvelds weet het hier, het was een mooi gevecht. Een eerlijk, sportief gevecht zoals het in een sport hoort. Dit is echt een geweldige wedstrijd geweest. Waarin een aantal Nederlandse rallyrijders hebben laten zien wat ze kan. En Peter Bijvelds voorop. Maar dat doet niets af van het resultaat van Van Eldik. Hij wint, en hoe. 9-11. En jullie? Ik zou het niet weten. Klokje niet mee tegenwoordig? Nee. Nou. Zoveel vertrouwen in al die mensen hier dan? 9-04. 9 april 2006. Okay. De winnaar van de LG Delhi. Michel, gefeliciteerd. Je eerste overwinning, jongens. Wauw. Wordt nog even spannend. Wauw. Goed man. Tweede wedstrijd van het seizoen en nu al zo. Ja, lekker. En toch heb ik het idee dat het zo behoudend is, dat er nog zoveel meer extra in zit. Nou, omdat we nou wat problemen met het remmen en met differentieels hadden, hebben we wat meer met links geremd en nog wat eerder op het gas. Je ziet dat hij er nog wel wat geleidelijker rijdt. Hoe voel je? Stomme vraag, maar altijd leuk. Ja, ik denk dat ik nog niet helemaal besef. Komt zo wel. Uitslag van de LG Rally van Almere. Eldik, Bijvelds, Van Eert. Een heerlijk trio voor het Nederlands kampioenschap. Dat belooft wat voor Huls. Volgende week trouwens het verslag bij ons. Ad Smits rijdt nog lekker op de laatste proef. En verliest nog een plekje. Onbegrijpelijk. En zo is zo'n laatste proef altijd tricky. De scherprechter, helaas. En veel verloren. Ik weet het niet. Ik hoop... Een minuutje volgens mij, want nee, er zit er vlak achter. Ik hoop een minuut en dan ben ik net nog voor je, anders het goed is. We zien het wel. Ah, nu zegt iedereen, het is niet negatief bedoeld, maar ja, kijk, iedereen valt uit, dan kan die wel. Toch vind ik dat je een hele nette, keurige wedstrijd gereden. Ja, ik denk het ook wel. Dus het was een heel zware wedstrijd. En ja, alles heeft goed gehouden aan de auto. Buiten de intercom dan, dat was het enige probleem dat we gehad hebben eigenlijk. Nederlands Verkooyen wint de groep en in de stand van het Nederlands kampioenschap. Bijvelds, Eldik, Van Eert, Dirk Boers niet bij de eerste zes. Slaat hij toe in Hulst? Antwoord volgende week.